Kurt Unitas nummer 10.056 bestaat 80 jaar. Dit heugelijk feit is afgelopen zaterdag gevierd met een feestvergadering in Kurt Charity aan de Burenstraat. Kurt Unitas is de oudste vrouwenkoord in Suriname die op 28 april 1938 is opgericht. Onderdeel van de feestvergadering was een dankdienst voorafgegaan door dominee Edgar Loswijk. De voorganger hield de aanwezigen voor dat wij in Suriname een serieus probleem hebben. We kunnen namelijk niet zeggen dat we eenheid hebben als volk. We zijn namelijk fragmentarisch naar hier gebracht en iedereen doet zijn ding hoe hij wil, benadrukte Loswijk. Als je kijkt, ik hoor van het leven. Als je kijkt naar de Braziliaan, dan is je één ding. Die is van goed deel van de Braziliaan, normaal aan het deel. Maar ik heb dat niet gezegd. Wie zijn wij? Wie zijn wij? We zijn hier gekomen, we zijn hier geplant. Dat zijn wat deel. Dat we zeggen, we zijn een volk. We gaan samen dingen doen. En zolang we dat niet vergeten, hou niet vooruit. Loswijk zei verder dat de naam Unitas betekent dat deze organisatie de eenheid onder de leden weet te bewaren. Met deze naam brengt het tot uitdrukking dat er saamhorigheid en harmonie is, zei de voorganger. Een van de geheimenissen van het leven is volgens hem dat mensen die zich met volle overgave inzetten, anderen ook meekrijgen. Voor Unitas, 80 jaar, nogmaals gefeliciteerd. Nogmaals, wij ons gegeven met een sterk, u bent een sterke vrouw. Als je die 80 niet bereikt, weet je wat je zo hebt gebruikt. Ik heb een pijl van de dokter of van die schuurtijd. Daar heb ik het verhaal. Dus ook blij zijn. Naast die kritische kant die we hebben zelf, mogen we zeggen, wij gaan hoopvol de toekomst tegemoet. Een traditie van Kurt Unitas is om bij elke lustrumviering een gebaar te maken naar de gemeenschap toe. Bij de viering van haar 75-jarig bestaan heeft zij 5 instellingen bedacht. Dit jaar zijn 2 instellingen in aanmerking gekomen voor een donatie, te weten Kennedy Stichting en Stichting Frederik Arnold van Russel. De feestvergadering is afgesloten met een receptie in de recreatiezaal.